Glenn de Boek, welkom terug bij KV Kortrijk. Dankjewel. Hoe is het om terug te zijn? Ja, leuk natuurlijk. Hè. Ik heb hier een heel mooie tijd gehad in het verleden. En ik heb het altijd spijtig gevonden om hier te moeten vertrekken. Ik heb een goede relatie gehad met iedereen binnen de club eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk zeer tevreden om terug trainer te zijn in eerste instantie. En in tweede instantie toch ook trainer van Kortrijk. Ja, ik ben ook heel blij dat je terug bent hier in Kortrijk. Laten we beginnen misschien met vorige week. Hoe was het afgelopen week te beginnen? Waarschijnlijk vorige week maandag, het eerste contact met de club. Hoe was dat allemaal? Nou, ik heb maandag telefoon gekregen van de club. En dan is het eigenlijk vrij allemaal snel gegaan. Het was ook vrij hectisch, want ja, je moet dan toch ook met de eigenaars praten. Die waren trouwens heel positief naar de toekomst toe, ook naar mij toe natuurlijk. Zij wilden absoluut dat ik terugkwam. Dat is ook de reden waarom dat ik een contract voor 2,5 jaar heb getekend. En zij zijn toch bereid om naar de toekomst toe de nodige investeringen te doen. Ja, die ze eigenlijk ook nu nog altijd doen. Wat dan niet geweten is, waar zij de perceptie van tegen hebben. Maar de eigenaars die zijn toch nog wel latent aanwezig in de club. En dat vind ik belangrijk. En dat is ook de reden waarom dat ik die beslissing heb genomen. Je was ook heel enthousiast om terug te keren. Speelde het ook al langer in je hoofd om terug hoofdtrainer te worden? Ik heb na mijn ontslag in Lokeren, dat was toch een redelijk woelige periode. Ik zat ondertussen toch ook al 30 jaar in het voetbal. En zoals je weet, het voetbal als speler, maar zeker als trainer, ja, dat is leven aan 300 per uur. En dan heb je ook weinig tijd voor familiale zaken. En door het feit dat mijn vader toch wel een beetje op de cyclus geraakt met zijn gezondheid, heb ik ervoor gekozen om meer het familiale naar mij toe te trekken. En dat heb ik dan ook gedaan. Het is ook goed dat je dan even afstand kunt nemen van het voetbal. Ik raad het iedereen aan om toch wel eens even een periode in te lassen om andere zaken voorop te stellen. Maar ja, dan kriebelt dat terug en dan... het bloed kruipt waar dat niet gaan kan, zeggen ze. En dan ben ik begonnen in juli bij Eleven, heb ik met die mensen samengezeten. En die hebben mij de kans gegeven om terug in de kijker te zitten, terug over voetbal te praten, terug mijn kennis te delen met de tv-kijkers. En het zal daardoor ook zijn, denk ik, dat mijn naam terug in de voetbalwereld meer circuleerde. Ik moet hier trouwens bedanken, die mensen van Eleven, want dat was een fijne samenwerking. En ik was niet direct van plan om terug als coach zo snel aan de slag te gaan. Maar ja, als je dan geconsulteerd wordt en zeker dan als het KV Kortrijk is, dan kriebelt dat toch terug en dan heb ik er toch voor gekozen om die stap te zetten. Ja, wat betekent eigenlijk KV Kortrijk voor jou? Ja, zoals ik zei, ik heb hier een geweldige periode gekend. We stonden toen 15e en we zijn van de 15e naar de 7e plaats gegaan. We zaten op 5 minuten van play-off 1. Dus dat was een geweldige prestatie met een geweldige goede groep. Met schitterende fans achter ons, daar blijf ik nog altijd bij. Dat was echt, het geeft mij kippenvel als ik het vertel. Dus ik hoop dat we die periode nog eens kunnen overdoen. Ja, was er vrijdag al bij tegen Cercle Brugge. Vanuit de hoofdtribune was het. Mm-hmm. Heb jij die wedstrijd beleefd? Ja, die wedstrijd was voor mij eigenlijk al bezig vanaf woensdag toen ik mijn contract heb getekend. Ik heb heel veel contact gehad met de staf. Ik heb ook de ploeg gezet voor vrijdag. De staf krijgt alle credits, want zij hebben hard gewerkt met de spelers. Je moet dat niet onderschatten. Zo'n trainerontslag komt altijd bij een spelersgroep. Ja, dat slaagt in als een bom, dat is altijd zo. Om dan op een paar dagen tijd de knop om te draaien, dat heeft de staf perfect gedaan. Die hebben perfect werk geleverd. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ik heb er in eerste instantie voor gekozen om, zoals ik zei, als dat nieuws zich in de spelersgroep brengt, ja, dan hebben die ook altijd een paar dagen nodig om te recupereren. En ik heb pas woensdag mijn contract getekend. Woensdag waren we pas akkoord en hebben we ook direct het contract getekend. Ja, dan vond ik dat het mijn impact op 2 dagen tijd om hier te zijn minder groot zou zijn dan dat ik afwezig zou blijven. Ik was natuurlijk wel aanwezig achter de schermen, maar op de voorgrond te treden leek het me beter om te wachten tot maandag. En de spelers, ja, die hebben eigenlijk perfect uitgevoerd wat de staf hen heeft voorgelegd. En het was mooi om te kijken, zoveel strijd, zoveel passie, zoveel engagement om toch die 3 punten thuis te houden. En het is gelukkig
goed uitgedraaid. Dat was ook het eerste wat mij opviel. Echt die kopper voorleggen was het vrij. Mm-hmm. Het was echt ook zo'n wedstrijd, oorlog voeren op het veld. Ja. En het was misschien al even geleden dat we dat nog gezien hadden in een wedstrijd van KVK. Ja, maar dat heb ik hem ook duidelijk gemaakt. Hè. Dat was ook een tactisch plan. Als je weet als je tegen Cercle Brugge speelt, dan Cercle Brugge is een ploeg die graag, als je dan uitvoetbalt vanuit je eigen 16 meter, dat is een ploeg die heel graag heel snel druk zet, de bal probeert te recupereren rond de 16 meter om dan snel voor het doel te staan. En ik heb ervoor gekozen om daar niet aan mee te doen en de bal gewoon op de helft van de tegenstander te brengen. En dat hebben ze ook gedaan. En ik denk dat we 80% van de eerste helft op de helft van Cercle Brugge hebben gekampeerd. Dus dat was perfect. Dat heeft toen nog niet geresulteerd in een doelpunt. Gelukkig in de tweede helft wel. Ik weet ook dat het voetbal beter kan. Ik denk dat de spelers dat ook weten bij momenten. Maar ik denk dat het vooral belangrijk was vorige vrijdag dat er strijd was. Dat de supporters ook hebben gezien dat ze er voluit voor wilden gaan. En als dat dan 3 punten oplevert, dan is dat perfect. Ja, we zijn nu maandag. Jouw eerste officiële werkdag eigenlijk voor KV Kortrijk. Mm-hmm. Wat is de eerste doelstelling nu? Ja, de eerste doelstelling, het zal kennis maken zijn met de spelersgroep. Dat zal, spelers komen straks toe tegen 12 uur. En, eerst is het dan lunchen en dan zal ik de spelersgroep toespreken. Dan zal ik duidelijk maken wat aan mijn filosofie is, hoe dat ik voetbal zie. Ik ben een voetbaldier, ik ben een winnaar, ik hou van professionalisme. Met de nodige discipline en respect zal er hier met elkaar moeten omgegaan worden. Dat is waar ik voor sta en voor de rest zullen we elkaar gedurende... Ja, elkaar leren kennen vraagt altijd tijd. Het is goed dat ik een aantal mensen binnen de staf ken. Ik ken ze natuurlijk allemaal, maar ik heb niet met de meeste... Ik heb niet met Joseph gewerkt, ik heb niet met Glenn gewerkt, niet met Jimmy, niet met Pieter, maar ik ken natuurlijk wel Gregory, ik ken Urbain. En dat is toch wel een voordeel. Ja, wat voor profielen zijn dat? Als ik naar een technische staf kijk, dan moeten dat allemaal verschillende profielen zijn. Je hebt een assistenttrainer, een veldtrainer, dan heb je een tactisch klankbord, dan heb je een physical coach, heb je de keeperstrainer en dan heb je de man, de videoanalist, wat dat voor mij heel belangrijk is. Die ken ik nog, want daar heb ik al mee samengewerkt. Qua IT staat hij op een hoog niveau, maar die heeft ook serieuze voetbalkennis en dat is voor mij heel belangrijk. Ja, Urbain, wat kan je daarover zeggen? Hoofdtrainer bij KFC Wilrijk was het. Dus ja. Wat voor persoon is dat? Urbain is voetbaldier in eerste instantie, dus dat is al zeer positief. Tactisch sterk, qua veldtraining heel onderlegd. En hij heeft ook qua coaching natuurlijk. Hij met heel veel ploegen kampioen gespeeld, van tweede provinciale tot derde klasse. Heeft hij ook met ploegen kampioen gespeeld. Is naar tweede klasse gepromoveerd met Boom. Dus ja, het is wel iemand die al redelijk veel bewezen heeft. Die ook niet altijd de waardering gekregen heeft die hij verdiende. Omdat hij niet de nodige diploma's had. Maar dat had ook met zijn familiale situatie te maken. Maar het is iemand waarvan ik denk dat hij mij enorm van waarde kan zijn. Ja. Je zei het daar straks ook al, in jouw eerste periode van plaats 15 naar plaats 7. Net niet die bekerfinale. Mm-hmm. Je hebt toen eigenlijk de kentering ingezet. Denk je dat dat nu ook opnieuw mogelijk is? In voetbal is alles mogelijk. Hè? Het hangt er maar vanaf hoe dat je daar naar kijkt. Ja, je kan natuurlijk niet naast de feiten kijken. Wat was het? 2 op 24. Ja, dan schort er iets. En daar gaan we moeten detecteren wat en hoe. Dat zal ook besproken worden met de spelers. Maar in voetbal is alles mogelijk. Als het team hetzelfde engagement als vrijdag elke wedstrijd aan de dag kan leggen, ja, dan denk ik dat er nog veel mogelijk is. En we moeten dit gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Zoals ik zei, de eigenaars zijn ook bereid om in januari toch nog een ferme inspanning te doen. Dus ja, we zullen zien waar op het einde van de rit het schip strandt. Maar ik kijk daar wel met een heel positief gevoel naartoe. Ja, je kent ook de club, kan dat ook een voordeel zijn? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die er niet meer zijn. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal mensen die er zijn. En mijn gids daarin, die zit in een bureau naast mij, dat is klootgezel. Hè. Wij trokken vroeger al veel samen op en dat zal nu niet anders zijn. Dus hij zal mijn gids zijn in het verdere verloop van dit seizoen bij Kortrijk. Ja, jouw eerste officiële wedstrijd, dus van op de bank wil ik dan ook zeggen, is komende zaterdag uit bij Westerlo. Mm-hmm. Je kan daar ook meteen een gouden zaak doen.
Ja, maar ja, dat is in elke wedstrijd zo. Hè. Het ding zal zijn om die positieve drive die er vrijdag te zien was, om die door te trekken naar Westerlo. Maar Westerlo heeft ook wel een beetje pech gehad in het begin van het seizoen. Dus we moeten ook niet denken dat dat een walkover wordt. Hè. Ze spelen gisteren gelijk op Racing Genk. Dus het ligt allemaal heel kort bij elkaar in de Belgische competitie dit jaar. Ik blijf ervan overtuigd dat er heel veel ploegen zijn die van elkaar kunnen winnen, maar ook verliezen. Dus het zal aan ons zijn om ons beste beentje voor te zetten. Ja, om af te sluiten, je kent de supporters ook heel goed. Wat zou je willen zeggen tegen de fans? Wat zou ik willen zeggen? Ja, dat ze zich ondanks alle negatieve berichtgeving die er de laatste maanden is geweest, dat zij toch, net zoals ik, daar met een positief gevoel moeten naar kijken. Dat de eigenaar echt nog wel achter de club staat en die investeringen ook nog wel doet. En dat zij ja, een belangrijke rol hebben te spelen in de heropstanding van KV Kortrijk. Zij moeten niet wachten tot dat KV Kortrijk niet eens terug de 12e staat. Wij zullen ze nodig hebben van minuut 1 en dan bedoel ik vanaf nu zullen wij de supporters nodig hebben. En als zij zich als één man achter de ploeg zetten, dan zullen wij op het veld zien dat wij ze daar iets kunnen teruggeven. Oké, Glenn de Boek, welkom terug bij KV Kortrijk en heel veel succes. Dank u wel.